Ik ben Koen Verhulst en Lieselotte heeft mij gevraagd om jullie kort eventjes te demonstreren hoe Square in zijn werk gaat, hoe jullie Square kunnen gebruiken om in te schrijven voor examens en om jullie opdrachten in te dienen. Je zou, en ik zie dat dat zo is, denk ik, een handleiding gekregen hebben van, of via Lieselotte. Daar zie je meteen ook hoe je Square kan bereiken. Je kan enerzijds rechtstreeks gaan surfen naar square.vives.be. Dat is één optie. Of je kan, je kiest maar wat voor u het makkelijkst is, je kan via het startpunt, dat ga je nog bij andere dingen tegenkomen, naar de tools gaan en daar zie je ook Square staan tussen in het lijstje met allerhande tools die voor jullie handig kunnen zijn. Je merkt of je merkt niet, maar ik ga het eventjes heel specifiek tonen, dat ik Google Chrome gebruik. Wat Square betreft, ik spreek mij niet uit over andere tools, over andere toepassingen en zo. Wat Square betreft geeft Google Chrome je 100% bedrijfszekerheid. Gebruik je Firefox, gebruik je Internet Explorer, gebruik je Edge, dan ga je heel veel van de dingen kunnen doen die je wil doen of die je moet kunnen doen. Maar Google Chrome gaat je normaal gezien bij alles helpen. Dus voor Square is het belangrijk om steeds Google Chrome te gebruiken. Ja? Ik zeg niks over de kwaliteit van een of andere browser. Wij werken gewoon voor Square met Chrome. Als je naar square.vives.be surft, dan kom je op dit scherm terecht en dan spreekt het voor zich dat je op de linkerkant zal klikken op de knop aanmelden als student of docent. En als je daarop klikt, dan kom je op dit schermpje terecht. Dit schermpje ga je voor heel veel toepassingen tegenkomen. Als je naar Toledo wil gaan, ga je dit scherm gebruiken. Ga je naar KU-loket, dan denk ik dat je ook dit scherm gebruikt. Ja. Met je R- of S-nummer kan je inloggen en bijhorend wachtwoord. Ja. Ik ga dat nu niet doen. Waarom? Omdat ik anders als docent ben ingelogd en dan kan ik niet zo heel veel demonstreren. Dus ik ga eventjes via een korte omweg onze teststudent gaan zoeken. En dan zeggen we dat ik nu ben ingelogd als student. Ja. De eerste keer dat je aanmeldt of dat je inlogt, krijg je de vraag om wat bijkomende informatie in te vullen. Ja. Dat is niet superbelangrijk, dat is niet levensnoodzakelijk. Wij houden dat gewoon bij. We gaan die niet verspreiden, we gaan die niet commercialiseren, we gaan die niet doorgeven aan derden, absoluut niet. We houden dit bij om statistieken te kunnen trekken, gewoon voor onszelf, van hoe wordt Square gebruikt, enzovoort enzoverder. In principe vul je dat één keer in, klik je op opslaan en dan gaat die melding nooit meer terugkeren. Ja, dus dat is eenmalig. Dit is hoe Square er voor jullie gaat uitzien. Ja, je krijgt linksbovenaan je naam te zien, met je R-nummer of S-nummer waarmee je bent ingelogd. Je krijgt rechtsbovenaan de knop afmelden. Ja. Als je op een privécomputer werkt bij je thuis, dan denk ik dat dat niet zo belangrijk is. Werk je op een publieke computer, dan is het misschien wel belangrijk om altijd af te melden. Waarom? Op Square komen je gegevens, je ingediende opdrachten en zo te staan, maar komen ook de feedbackfiches, evaluaties en zo te staan. Dat lijkt mij nogal informatie die tot de privésfeer behoort. Dus als je op een publieke computer werkt, dan is het aangewezen om af te melden als je klaar bent. We hebben een knopje contact. Als je een technisch probleem hebt met Square, kan je daarop klikken en kan je een mailtje sturen. Ja. Best zo concreet mogelijk omschrijven wat er aan de hand is. En daarnaast hebben we ook nog het belletje staan. Dat zijn de notificaties die in Square tevoorschijn komen. Daar ga ik straks nog iets meer over zeggen. Oké. De hoofdknop, er is er maar één en dat is altijd goed als je niet al te veel knoppen te zien krijgt, is mijn programma. In mijn programma komen in principe alle vakken, alle OPO's, opleidingsonderdelen die je volgt, terecht. En hoe komen die daar terecht? Dat gebeurt automatisch. Als je op je ISP, je individueel studieprogramma, aanduidt dat je vak A, vak B en vak C gaat volgen, dan gaan die drie vakken terechtkomen in Square. Belangrijk? Dat duurt even. Ja. We zouden heel graag hebben dat je klikt en dan ook in Square staan. Daar gaat een nacht of drie over. Ja. Dus niet panikeren. Heeft alles te maken met het feit dat het geüpdate wordt naar de servers in Leuven, dan terug naar Kortrijk en dan terug naar Square. Ik ga u de technische details besparen. Maar dus we hebben daar wat vertraging. Als je vandaag een vak boekt op je ISP, dan zal je het ten vroegste binnen 3,5 dag te zien krijgen in Square. Maar het komt wel. Ja. Zeg je van, dat is nu vreemd. Ik zit nu al een week te wachten en dat vak komt er nog steeds niet op. Wel, hier rechtsbovenaan, via dat contactknopje, mag je ons gerust mailen. En dan gaan we uitzoeken wat er aan de hand is. Je krijgt te zien
in welk studiegebied je studeert. Onze teststudent zit niet in handelswetenschappen en bedrijfskunde, maar blijkbaar in gezondheidszorg, dat is niet belangrijk. Daaronder krijg je te zien de OPO's. En als je de OPO's gaat openklikken, dan krijg je ook de OLA's te zien. Een OPO staat voor een opleidingsonderdeel. Een OLA is een onderdeel van een OPO en staat voor een onderwijs-leeractiviteit. Wat mij betreft mag je dat onmiddellijk vergeten. Ja, dat wijst gewoon zichzelf uit. Je hebt een structuur. De zwarte balkjes zijn uw vakken. Als je die openklikt, dan zie je de onderdelen van de vakken staan. In ons test-OLA, in ons test op onderwijs-leeractiviteit, hebben we 5 items staan waar ik als student van weet, die moet ik afleggen, die moet ik doen. Dus in dit geval bestaat dat uit een schriftelijk examen, 2 mondelinge examens en 2 opdrachten die ik zal moeten afleggen of indienen. Ja? In principe zou Square, we hebben dat geprobeerd, zodanig gebruiksvriendelijk moeten zijn dat je eigenlijk zonder handleiding je weg vindt daarin. Er staan ook niet al te veel knopjes. Als ik voor het schriftelijk examen wil gaan inschrijven, dan krijg ik eerst het knopje te zien met het overzicht. Wanneer kan ik dat examen afleggen en waar? Datum en uur en waar het doorgaat, in het examencentrum of op afstand. Hier staat er nu een ruime lijst. Dat gaat variëren van vak tot vak. Het ene vak zal meer aangeboden worden dan een ander. Dus dat is informatief. Daar kan je gaan kijken van wanneer kan ik dat nu precies gaan afleggen, dat examen. Het tweede knopje, logischerwijze, gaan we gebruiken om ons te gaan inschrijven. Ik klik op het potloodje. En dan zien we dit. We kregen eerst en vooral bovenaan de keuze in examencentrum op afstand of niet in het examencentrum. Hier staan nu de 3 mogelijkheden in ons voorbeeldje uiteraard heel bewust aangeduid. Het kan zijn dat een bepaald examen alleen maar in het examencentrum aangeboden wordt. Ja? Of het kan zijn dat het alleen maar niet in het examencentrum wordt aangeboden. Waar is het examencentrum? Dat is op de centrale diensten, het centrale gebouw, de grote aula in de hoek. Daar gaan de examens in het examencentrum door. Gaat een examen door niet in het examencentrum, dan zal het hoogstwaarschijnlijk hier in de gebouwen van HWB zijn. Ja, dat varieert wat. Is het een bepaald computerexamen waarbij bepaalde software nodig is, dan is de kans groot dat je hier zal terechtkomen. Is het een mondeling examen, is de kans groot dat je ook hier zal terechtkomen. Ja? Op afstand ga ik eventjes ook iets over zeggen. Bepaalde examens kunnen op afstand afgelegd worden, maar daar is een aanvraagprocedure voor. Lieselot zal daar al iets meer over verteld hebben, of zal dat nog doen, denk ik. Dus dat is wat afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn. Wat krijgen we te zien bij een examen? Ja, de titel van het examen, dat is logisch. Eventueel kan de docent daar een omschrijving bij zetten. Heel vaak staat er niks bij. Vereisten en opmerkingen. Als het zo is dat je een bepaald examen maar pas mag afleggen na het indienen van opdracht 1, 2 en 4 bijvoorbeeld, dan zal dat hier vermeld staan. Wat je nodig hebt, wat je mag gebruiken op je examen. Ja, staat daarbij dat je een wetenschappelijke rekenmachine mag gebruiken? Wel, dan weet je het bij deze ook. Ja? En hoe lang het examen duurt? Om mee in te schrijven, klik ik gewoon op de knop. En dan krijg ik te zien op welke momenten ik dat examen kan afleggen. Groen betekent altijd dat dat een optie is. Ja? Als het iets in het groen staat, dan kan je daarop gaan klikken. Bijvoorbeeld hier op 20 januari. Klik en dan ga ik het hier nu opslaan. Dit gaat heel vaak niet meer nodig zijn dat je gaat zeggen van het is van dat uur tot dat uur. Dat is eerder voor een examen op afstand. Maar in ons voorbeeld heb ik ze door elkaar gebruikt. Wat zien we? Ik heb geklikt op een groen blokje en ik heb mee kunnen inschrijven. Ik kreeg naast het schriftelijk examen duidelijk te zien op welke dag, welk uur ga ik dat examen afleggen. Ja? Je krijgt ook een bevestiging dat je ingeschreven bent via mail. Die komt op je studentenmail terecht. En je krijgt, dat is belangrijk, 3 dagen voor het effectieve examen, dus in dit geval op 17 januari, krijg ik als student een herinneringsmailtje. Beste student, je wordt voor dat examen verwacht op die dag, dat uur, in het examencentrum of niet in het examencentrum of noem maar op. Ja? Dus dat is handig. Mensen die het uit het oog verloren zijn dat ze nog moeten studeren. Het is vrij kort dag, dat beseffen we. Maar er is een herinnering. Ja? Die wordt dus zowel naar jullie gestuurd via mail. Of je kan het hier gaan nakijken, effectief in Square zelf. Ja? Dus een schriftelijk examen. Het kan ook zijn dat je voor een digitaal examen inschrijft. Dus dan een examen op computer. Ik denk bijvoorbeeld aan een examen Access of zoiets. Dat werkt op exact dezelfde manier.
Ja, dan ga je gewoon ook weer gaan klikken en kies je een groen moment uit dat voor u het beste past. Een mondeling examen, daar hebben we twee variëteiten, vandaar dat er twee voorbeeldjes staan. Werkt eigenlijk grotendeels op dezelfde manier. Ik klik op het symbooltje om mij in te schrijven. Dit is in dit geval enkel niet in het examencentrum. Dat is logisch, het is een mondeling examen. We zien hier ook alleen maar dat het 10 minuten duurt, dat examen. Ik schrijf mij in. En dan merk je dat hier heel veel groene momentjes staan. Je kan hier dus echt gaan kiezen van 14 uur tot 14 uur 10. Of mij past het beter om 10 voor 5. Dan kies ik dat moment. Ik heb erop geklikt. Vanaf dan zien we dat dat moment vast ligt. Staat het ook in mijn planning. Ja? Krijg ik weer een bevestiging via mail. Krijg ik weer een herinneringsmailtje 3 dagen vooraf. Dat is 1 optie bij de mondelingen examens. Een andere optie is, en dat is wat afhankelijk van vak tot vak, van docent tot docent, van opleiding tot opleiding. Daar ga ik mij ook gaan inschrijven. Blijkbaar heb ik hier wel de keuze. Het kan op afstand of niet in het examencentrum. Ik ga het afleggen niet in het examencentrum. En ik schrijf mij in. En hier kan ik niet gaan kiezen om al 10 voor 11 mee in te schrijven. Hier ben ik verplicht, dat is zo ingesteld, om het eerstvolgende vrije moment te gaan selecteren. Ja? Opnieuw, dat is afhankelijk van wat er aangeboden wordt, hoe het ingesteld wordt. Maar dus, standaardregel is, een groen blokje kan je aanklikken, daarbuiten ga je niks kunnen doen. Voilà, heb ik mij ook voor ingeschreven. Inschrijven voor examens in het examencentrum en niet in het examencentrum kan je doen tot 5 kalenderdagen voor het effectieve examenmoment. Dat wil zeggen, als ik mij wil inschrijven voor een examen op dinsdagmorgen, staat ook heel duidelijk in de handleiding, dan kan ik mij inschrijven tot de donderdagavond ervoor, 23:59. Ik kan mij ook uitschrijven tot 5 kalenderdagen ervoor, als het gaat om een examen in het examencentrum of een examen niet in het examencentrum. Examens op afstand, die werken met een ruimere deadline. Daar is het 10 kalenderdagen vooraf om in en uit te schrijven, omdat daar een aantal technische stappen moeten gezet worden. Ja? Maar de standaard is de regel, 5 kalenderdagen vooraf kan je in- en uitschrijven voor een examen. Daarna gaat dat niet meer lukken. Dan ga je gewoon een volgend moment moeten kiezen. Dat voor het inschrijven voor examens en uitschrijven. Als je je wil uitschrijven, dan gaat het ook vrij eenvoudig. Ik klik op hetzelfde symbooltje. En dan zie ik hier mijn inschrijving staan. En ik kan gewoon klikken verwijder inschrijving. Voilà. En die inschrijving die is verdwenen. Dat wil zeggen dat ik nu opnieuw kan inschrijven. Ja? Examens hebben we daarmee eigenlijk gehad. Dus ik denk dat we mogen zeggen dat dat vrij eenvoudig is. Dat dat vrij vlot gaat gaan. Opdrachten. Daar zien we hier dat er nog 1 opdracht staat. Daar staat ook een datum bij. Dat is geen moment waarop ik mij heb ingeschreven voor die opdracht. Dat is de deadline van die opdracht. Ja? Dus ik zie hier opdracht 1, testopdracht 1, moet binnen zijn 22 november 12:30. Dat wil zeggen, 22 november 12:31 ga ik niet meer kunnen klikken op het indienknopje. Dat is vrij logisch, maar dat is de logische redenering die erachter zit. Ik krijg, maakt u geen zorgen, 3 dagen vooraf een melding, beste. U weet dat de deadline binnen 3 dagen gaat aflopen voor die specifieke opdracht. Als ik een opdracht wil gaan indienen, dan klik ik ook weer op dat knopje. En dan zien we een iets wat ander menu. We zien de deadline nog eens staan. Ik kan hier mijn opdracht of opdrachten gaan toevoegen. Je kiest een bestand dat ergens op je computer staat. Dus ik ga nu om het even wat even indienen. Voilà. Ik kan een tweede, een derde, een vierde bestand gaan toevoegen. Belangrijk is dat je weet, als je klikt op opdracht opladen, kan je er geen meer aan toevoegen. Ja? Dus moet je voor een bepaalde opdracht 4 bestanden indienen. Zorg dat je ze alle 4 in 1 keer selecteert en gaat opladen. Welke bestanden kan je opladen? Alles. Is dat een filmpje? Is dat een foto? Zijn dat PowerPoints, PDF, Word? Kan allemaal. Er is 1 beperking. Bestanden groter dan 450 megabyte, die gaan blokkeren. Maar dat komen we niet al te vaak tegen. Dus in principe hoef je daar ook geen zorgen over te maken. Zolang ik mijn opdracht niet heb opgeladen, kan ik ook nog bestanden gaan verwijderen. Ja? Dus ik kan dit hier gaan aanpassen. Ik kan daar ook nog bij zetten, beste docent, bij deze mijn opdracht die mij bloed, zweet en tranen heeft gekost. Wees dat indachtig als je hem gaat evalueren. En dan klik je op opdracht opladen. En die opdracht is ingediend. Je krijgt bovenaan in een groen balkje een melding dat de opdracht succesvol is opgeladen.
Dat is een eerste check van, is het effectief gelukt? Maar we moeten zeggen dat dat niet 100% sluitend is. In 99,9% van de gevallen klopt dat. Als er staat, je hebt hem succesvol opgeladen, dan gaat hij ook effectief opgeladen zijn. We raden je aan om voor het zekerste toch nog eens te gaan kijken bij die opdracht. En ik dacht dat ik die hier had ingediend. Als je terugkeert naar je opdracht, dan zie je ook effectief welke bestanden je hebt opgeladen. Dat is de meest zekere check. Als je daar gaat nakijken en je ziet het bestand staan, dan weet je met 100% zekerheid, het bestand is doorgegaan. Ja? Ik zeg dat er altijd bij, voor de zekerheid toch nog eens gaan dubbelchecken. Je merkt ook dat ik mijn inschrijving, mijn opdracht, nog kan wissen. Dat kan op twee voorwaarden. 1, dat de deadline ondertussen niet verstreken is. Ja? En 2, dat de docent de opdracht niet heeft gedownload om te beginnen evalueren. Ja? Dat is wat afhankelijk van docent tot docent. Ja? Er zijn er die het heel regelmatig doen, er zijn er ook die wachten tot dicht bij de deadline en zo. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar het kan dus in principe, in theorie, dat je een opdracht, als je zegt van, tja, ik heb me toch vergist, dan kan je hem gaan wissen en opnieuw gaan indienen. Wat moet ik daar nog bij zeggen? Dat je, als je een opdracht hebt opgeladen, je ziet dat er hier bij ons belletje een verhoging is van het getalletje dat erbij staat. Je krijgt hier ook nog de melding dat je je opdracht succesvol hebt opgeladen. Krijg je ook via mail. Ja, sorry als we je te veel gaan bestoken met mails, maar beter een mailtje te veel dan één te weinig, zeggen we dan. En je ziet het hier ook, dat is van iets vroeger, van een vorige demo. Als je feedback hebt ontvangen, als een docent een bepaalde taak of een bepaald examen heeft geëvalueerd, dan gaat dat ook in Square terechtkomen en dan ga je ook daarvan genotificeerd worden. Je kreeg dat te zien bij ons belletje, maar je kreeg dat ook telkens via mail van, beste student, voor opdracht 1 is er feedback toegevoegd. En dan kan je gaan kijken op Square. We zien bijvoorbeeld bij opdracht 2 dat er al een evaluatie gebeurd is. Daar staat een letter. Je zal nooit het effectieve cijfer te zien krijgen, omdat dat eerst een officiële examencommissie moet passeren. Een deliberatie, zoals we vroeger zeiden. Maar je krijgt wel een aanduiding. Ik heb hier vrij goed gescoord, vind ik zelf. Ik heb een A gekregen. En als je er gaat overhoeveren, op die A gaat staan, dan krijg je ook te zien, een A staat voor 12,50 tot en met 14,49 op 20. Dat geeft u een goede indicatie van hoe heb ik het er vanaf gebracht. Ja? Ik denk dat ik daarmee alles heb gezegd. Mochten er vragen zijn, niet twijfelen, dat knopje rechtsbovenaan, contact, mag je gerust gebruiken. De meeste dingen gaan vrij duidelijk zijn gaandeweg. Oké? Okay? Succes gewenst. Voilà. Oké, het volgende deel in de presentatie gaat over het invullen van jullie ISP. Jullie ISP, dat staat eigenlijk voor jullie individueel studieprogramma. Dat is eigenlijk het digitaal dossier van de vakken die je opneemt. En als je slaagt of niet slaagt, komen ook de resultaten daarin te staan. En eigenlijk kan je dat zien als een soort contract dat je afsluit met onze hogeschool. Op een bepaald moment ga je zeggen, oké, dit jaar wens ik die vakken op te nemen. En moet je dat effectief ook indienen. Je zal zien hoe. En dan ga je ook akkoord met alle
zaken die daarbij komen kijken. Bijvoorbeeld ook natuurlijk de factuur die dan automatisch wordt opgestuurd. We gaan eerst naar een filmpje kijken en dan ga ik er nog eens stap voor stap met jullie doorwandelen. Als het filmpje wil werken. Goed. Zoals je weet staat HWB op afstand voor flexibel studeren. Aangezien je studeren combineert met een job, een gezin en andere activiteiten, willen we dat je zelf je studietempo kan bepalen. Dit betekent dat je vanop om het even welke plaats kan studeren wanneer je maar wil. Dit betekent ook dat je je studieprogramma helemaal zelf kan bepalen. Neem je 1 vak of 10 vakken op, voor ons maakt het niets uit. Zolang je maar je studies kan afstemmen op je andere activiteiten en je je goed voelt bij wat je doet. In deze video willen we jou graag wat tips meegeven bij het samenstellen van je studieprogramma. Ervaring leert ons dat je best met een beperkt aantal vakken begint en in de loop van het academiejaar vakken bij opneemt. Als je start, hoef je dus niet meteen voor alle vakken in te schrijven. Tussen de start van het academiejaar en eind mei kan je immers vakken opnemen. Om het jou toch gemakkelijk te maken, hebben we voor jou vrijblijvend een startpakket samengesteld. Het startpakket bestaat uit een kleine 30 studiepunten en laat je proeven van verschillende soorten vakken. Een taal, een blokvak, een ICT-vak, 1 of meerdere specialisatievakken, enzovoort. Het is moeilijk om algemene richtlijnen uit te schrijven over hoeveel studiepunten per academiejaar haalbaar zijn. Dit hangt immers af van verschillende factoren. Je beschikbare tijd, je voorkennis en of werkervaring en je studeervaardigheid. Voor 1 studiepunt moet je gemiddeld gezien een 25-tal werk- en studieuren rekenen. Dit is geen absoluut getal, maar het aantal studievakken zegt wel iets over de werk- en studielast van het vak. Gemiddeld gezien investeert een student afstandsonderwijs die 20 à 30 studiepunten opneemt tussen de 10 en 15 uur per week. Hoewel er op zich geen specifieke voorkennis nodig is, zal je voorkennis of je werkervaring er wel voor zorgen dat bepaalde vakken gemiddeld gezien voor jou vlotter of minder vlot te studeren zijn. Ook de mate van interesse die je in een bepaald vak hebt, zal zeker een rol spelen in je studievlotheid. Hoewel studievaardigheid moeilijk te meten is, zal deze toch een invloed hebben op de vlotheid waarmee je de vakken zal aanpakken en afwerken. Wil je studietips? Neem dan zeker een kijkje op de digitale studiecoach via deze link. Kies een vak dat meteen je interesse wekt, waar je meteen mee van start wil gaan dus. Kies ook een vak waarvan je denkt dat het jou iets meer moeite zal kosten. En kies een taal of een vak dat een totaal ander vak is dan de bovenstaande vakken. Wil je er meteen invliegen, dan helpen wij jou graag een handje. Om het jou toch gemakkelijk te maken, hebben we voor jou vrijblijvend een startpakket samengesteld. In het opleidingsprogramma geven we eveneens tips over welke vakken je best eerst volgt of welke voorkennis er voor bepaalde vakken nodig is. Een duidelijk voorbeeld vind je bij de talen, waar het voor zich spreekt dat je best eerst Frans 1 volgt, alvorens Frans 2 op te nemen. Schrijf sowieso nooit in voor een opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd of waarvoor je vrijgesteld bent. Je kan de studiefiches raadplegen via deze link. Je kan ook de studiewijzers op de community van afstandsonderwijs raadplegen. Wil je toch graag advies bij het bepalen van je studietraject? Dan kan je je studietrajectbegeleider contacteren. Bijbestellen kan enkel via mail en met duidelijke vermelding van de vakken die je wilt bijbestellen. Houd bij het bestellen van vakken steeds rekening met een aantal resterende examenmomenten binnen het academiejaar. Per vak heb je 2 examenkansen per academiejaar. Deze examenkansen zijn niet overdraagbaar naar een volgend academiejaar. Hou ook steeds rekening met de taakbelasting van een vak. Moet er nog een opdracht gemaakt worden? Hoeveel leerstof is er nog? Enzovoort. Goed. Een aantal zaken die jullie vandaag al gehoord hebben, werden daar ook nog eens in vermeld. Ik ga nu heel concrete stappen nog eens overlopen met een aantal screenshots van KU Loket. Dus, de te volgen stappen. In het filmpje werd het al gezegd. Als je een vrijstelling hebt aangevraagd, dan hoef je dat vak niet aan te duiden. Stel dat je toch al van start wilt gaan en je hebt nog geen goedkeuring over je vrijstellingen, zorg er dan voor dat je enkel en alleen die vakken
ja, aanvinkt, waarvoor je geen vrijstelling hebt aangevraagd. Dus je kan van start gaan met de vakken waarvoor je geen vrijstelling hebt. Vakken die je vorige jaren met succes hebt afgelegd, moet je niet opnieuw aanduiden. Nu, voor jullie is dat nogal een beetje bizar om dat nu te horen, maar soms veranderen er zaken in curricula en dan hebben we andere codes. En dan denken soms mensen, hoe moet ik dit vak opnieuw doen? Nee, als je het met succes hebt afgelegd, dan moet je het niet opnieuw doen. Vink de vakken aan die je wel wenst op te nemen, dat spreekt voor zich. En tot slot moet je je ISP ook goedkeuren. En hier staat er binnen de 4 weken na je inschrijving. Maar als je inschrijft na 15 oktober, is het 2 weken. En is dat dus een kortere tijd. Nu, op zich is dat ook positief. Vanaf dat je je ISP hebt ingediend, kan je eigenlijk aan de slag. Dus hoe minder tijd dat daarover gaat, hoe beter natuurlijk. Nu, bezint eer je begint. Hou rekening met je eigen draagkracht. Dat werd in het filmpje ook gezegd. En probeer echt realistisch te zijn. Wat bedoelen we daarmee? Vele mensen hebben een combinatie van werk, privé en onderwijs. En eigenlijk zeggen we bijvoorbeeld aan studenten die in het dagonderwijs bij ons studeren en 60 studiepunten opnemen, dat ze eigenlijk een voltijdse job hebben. Dus dat wil zeggen, als jullie een voltijdse job hebben en daarnaast in afstandsonderwijs nog gaan studeren, dat jullie eigenlijk al meer dan 100% aan het werken zijn. Dus dat is een hele stevige opdracht. En probeer dat niet te onderschatten. Want jullie motivatie is eigenlijk een heel kostbaar goed in dit traject. En als je iets opneemt en het lukt dan niet, dan begint dat te knabbelen. Dus we proberen dat toch te beperken. Studievaardigheid doet er natuurlijk ook toe. En in het filmpje stond het er ook nog bij. Jullie voorkennis speelt natuurlijk ook parten. Om een beetje een zicht te geven, iemand die voltijds werkt, raden we aan om niet meer dan 30 studiepunten op te nemen op een heel jaar. Vaak zeggen we zelf, begin met een 3 of 4 vakken. Dat komt neer op een 15 à 20 studiepunten. Loopt het allemaal vlot, gaan die examens allemaal heel goed, dan kan je altijd doorheen het jaar nog vakken opnemen. Vanaf dat je een vak hebt opgenomen en het wordt goedgekeurd, dan betaal je daar ook voor. Dus op die manier kan je toch ook wel de kost een beetje in evenwicht houden en betaal je niet voor vakken die je uiteindelijk toch niet kan opnemen. Dat is een beetje een redenering. Kies voor variatie, dat werd ook gezegd. De hele dagen talen leren is voor veel studenten niet zo aangenaam. En het startpakket kan je altijd raadplegen of opvragen bij ons als je het heel moeilijk vindt om toch nog een keuze te maken. Een aantal zaken heb ik al gezegd, dus het eerste is voor jullie nog niet van toepassing. Als je twijfelt over opleidingsonderdelen, dan kan je altijd kijken naar de ECTS-fiche of de studiewijzer bij jullie. Daar kan je echt gaan raadplegen, oké, wat moet ik doen voor dit examen? Welke cursus moet ik onder de knie krijgen? Hoeveel examens zijn er? Is het enkel een mondeling of een mondeling en een schriftelijk? Is er een computerexamen? Zijn er opdrachten? Eigenlijk alles staat daarin opgenomen. En hoe meer je weet op voorhand wat er verwacht wordt, hoe beter dat je natuurlijk een inschatting kan gaan maken. Veel studenten checken ook het examenrooster. Die gaan eigenlijk aan de hand van het examenrooster gaan plannen welke vakken ze opnemen. En ze zeggen bijvoorbeeld, oké, in november kan ik van deze twee vakken een examen afleggen. Oké, deze neem ik nu op. En pas daarna gaan ze stapsgewijs verder en verder. En dan is het in een planning ook heel duidelijk. De komende 2 maanden ben ik bezig met die 2 vakken en niet met 6 vakken tegelijk. Iedereen moet een beetje zijn eigen systeem gaan ontdekken. Werkt iets niet, dan raad ik aan, probeer iets anders. Probeer niet jaar na jaar dezelfde manier van werken te hanteren. Kom bij mij eens te raden. Ik zie er verschillende methodes passeren en dan kunnen we wel eens kijken wat een mogelijk alternatief is. Samengestelde opleidingsonderdelen. Soms bestaat een vak uit 2 verschillende opleidingsonderdelen. Die dien je samen op te nemen. In je ISP kan je eigenlijk enkel dat volledige vak aanduiden en niet de verschillende onderdelen. Waarom? Dat is technisch niet mogelijk en je betaalt ook direct voor het volledige vak. Nu, hoe ziet dat eruit?
Ofwel ga je via toledo.vives.be naar je ISP of via kuloket.vives.be. En dan opent zich een browser en dan zie je links hier staan individueel studieprogramma ISP. Daar kan je gewoon op klikken. En dan komen we eigenlijk terecht in jouw studiedossier. Nu, deze student is al aan het studeren bij ons sinds 2006, 2007. Als jullie nog maar juist zijn ingeschreven, dan gaat er hier één lijntje staan met 2017, 2018. En dan kan je gewoon gaan klikken op de studie die je volgt. En dan krijg je je ISP te zien. Nu, wat zie je hier allemaal? Dat zijn eigenlijk alle vakken die binnen jouw opleiding horen. Alle vakken staan daarin opgesomd. Tezamen, als je een bachelor volgt, 180 studiepunten. En als je een vak wilt gaan opnemen, dan moet je dat eenvoudigweg gaan selecteren. Nu, je zal zien, als je voor vakken slaagt, dan wordt dat een lichtgrijs vakje. En dan betekent dat dat je geslaagd bent. Stel dat je nog opmerkingen hebt of je snapt iets niet, dan kan je kiezen. Ofwel ga je hier in de lege vakjes een opmerking gaan toevoegen. Je kan dat ook zien. Maar je kan altijd een mailtje sturen als je toch nog twijfelt. En dan probeer ik zo snel mogelijk een antwoord te geven aan jullie. Nu, ik ga nog eens kijken. Ja, stel dat je gewoon iets hebt ingevuld en je bent nog niet zeker, dan kan je gewoon kiezen voor ISP opslaan. Dan slaat hij op wat je hebt gekozen. Kan je dat later nog gaan veranderen en is er eigenlijk nog niets definitief. Zodra je het hebt opgeslaan, kan je ook op de webshop de cursussen gaan raadplegen en kan je ook op Toledo de vakken die je hebt gekozen zien. Dus je hoeft nog niet in te dienen om eigenlijk de informatie te krijgen. Vanaf dat je opslaat, word je eigenlijk tot dat vak toegekend en krijg je toegang tot cursussen, zowel op Toledo als op de webshop. Mogen we nog een keer terug misschien? Hier zie je dus dat je een ISP kan gaan opslaan, maar je kan het ook gaan doorsturen. Als je doorstuurt, dan komt dat eigenlijk toe bij mij. Dan kan het zijn dat ik daar nog even over moet nadenken. Nu, dat is eigenlijk vooral met administratieve zaken. Ik moet veel checken wat dat er allemaal in orde is of niet. Maar bij starters is dat meestal eenvoudig. En als alles oké is, dan geef ik eigenlijk ook mijn goedkeuring. En dan krijg je een mailtje dat jouw voorstel is goedgekeurd. En dan ben je definitief ingeschreven bij ons. Vanaf dan wordt ook een factuur opgestuurd aan de hand van het aantal studiepunten dat je hebt gekozen. En kan je eigenlijk vertrekken. Voilà. Het doorsturen heb ik eigenlijk al verteld. Ter goedkeuring. Belangrijk, ik heb daar juist gezegd. Nu hebben jullie tot en met 15 oktober, als je al bent ingeschreven, om je ISP in te dienen. Schrijf je daarna in, heb je eigenlijk 2 weken. Dat is een deadline. Waarom? Omdat we merken dat andere studenten het blijvend uitstellen. In theorie, als je het niet hebt ingediend binnen de deadline, dan rekenen wij hetgeen hoe dat het er staat op dat moment als definitief. Zelf al heb je het voorlopig opgeslaan, overschrijdt de deadline, dan denken we, oké, deze student wenst deze vakken te gaan opnemen. Nu, zoals bij alles gebeurt er een vergissing, dan doen we natuurlijk ons best om alles recht te zetten. Maar we vragen toch ook om de deadlines te respecteren. Dat zorgt er voor ons voor dat we beter ons job kunnen doen en er voor jullie beter kunnen zijn. Wil ik daar nog iets over zeggen? De goedkeuring van die ISP's. Ik moet ze allemaal goedkeuren. Dat zijn er 600, dus dat zijn er heel wat. Ik doe mijn best om dat zo vlot mogelijk en zo snel mogelijk te doen. Maar dat kan soms wel even duren. In theorie heb ik tot 15 november, dat is mijn uiterste deadline. Maar natuurlijk hebben we studenten die gefaseerd inschrijven. Dus stel dat je denkt, oké, het is echt al heel lang. Stuur eens een mailtje, maar alsjeblieft niet na een week, want dan sta je gewoon nog in de wachtrij. Goed? Ja, je kan ook aan de slag, ook al is je ISP door je ogen goedgekeurd. Ja, je kan eigenlijk per slag zonder mijn goedkeuring. En voor starters is het eigenlijk vaak vrij eenvoudig.
Het meeste dat ik dan zou terugsturen is studenten die plots al 50 of 60 studiepunten opnemen, ga ik toch eens gaan vragen van, ben je dat wel zeker? Sommige studenten werken niet en hebben dan effectief meer tijd om te studeren. Maar dat is eigenlijk de enigste opmerking die ik zou kunnen geven. Of vakken die pas in het tweede semester worden ingericht. Daarvan ga ik ook gaan adviseren. Neem het gewoon pas op in het tweede semester. Dan heb je ook al beter zicht op hoeveel dat je aan kan en hoe groot je draagkracht is. En dan kan je het gewoon bijbestellen. Dus die vink ik dan uit. Voilà. Hier zie je nog eens wat dat je van boven kan gaan zien. Initieel is, als je er nog niets in hebt gedaan, voorlopig opgeslagen. Wil zeggen dat je al iets hebt aangeduid. Ingediend zit het bij mij. En goedgekeurd is administratief afgerond. Voilà, en dat is nog een slotslide. Dat is voor mijn dagstudenten, maar bij jullie dus ook. Jullie zijn degene die bij ons wensen te studeren en het best weten wat dat je wilt gaan doen. Dus vul het zelf in, want wij gaan het niet voor jullie doen. Het is jullie keuze en jullie engagement. Dus veel succes. Een half uur, een kwartier. Dus in feite, als je dit start, start. We gaan er dan wel een keer. We gaan gewoon door doen. We kunnen ook knippen. Dus als je eigenlijk dit adres gebruikt, heb je eigenlijk heel veel tools waar je eigenlijk onmiddellijk toegang toe krijgt. Dus dat betekent dat je dus als je dan hier op Toledo klikt, dat je onmiddellijk dit scherm vindt. Dus als je dat tussen jouw favorieten plaatst, heb je eigenlijk een heel makkelijke manier om tot die verschillende tools of platforms toegang te krijgen. Wat je zal moeten doen, is je R-nummer. De studentennummer begint met een R, bij sommigen met een S, als je al vroeger gestudeerd hebt. Maar dus hier vul je je R-nummer in en dan je paswoord. En dan log je in. En dan krijg je op Toledo het overzicht van de cursussen die in jouw ISP minstens opgeslagen staan. Dit is hier nu mijn omgeving, dus je ziet hier een aantal communities staan. Ik geef ook Frans. Maar dus dat zullen bijvoorbeeld de vakken zijn waarvoor jij in je ISP hebt ingetekend. Ik ga hier de community afstandsonderwijs nemen, dus AO Bedrijfsmanagement en Office Management. Omdat dat ook de plaats is waar jullie af en toe naar informatie zullen zoeken. En zo ziet eigenlijk elke cursus eruit. Dus elke cursus heeft links een menu. De docent kan dat zelf aanpassen, kiest zelf hoeveel knoppen hij voorziet, hoeveel inhoudsgebieden. Maar sowieso heeft elke cursus, elke community, een rubriek mededelingen. Hier zie je bijvoorbeeld een mededeling staan voor de studenten die de vorige jaren bij ons studeerden, dat er een aantal wijzigingen zijn op het vlak van curriculum. En dat wij eigenlijk op dat moment met het team afstandsonderwijs bezig zijn om die curricula te gaan herbekijken. Dus een mededeling krijg je ook altijd op je Vivis-mail. Waardoor je ook, waardoor dat er misschien een belletje gaat rinkelen van oké, misschien is het wel goed om eens te gaan kijken op de community. Ja, dus hier vind je ook de titel van het vak. Dus dat is hier de community AO Bedrijfsmanagement en Office Management. Maar bijvoorbeeld het vak International Sales zal AO International Sales heten. En dit, ik heb hier een close-up genomen van het menu. Elke cursus heeft zeker een rubriek mededelingen, belangrijke informatie en zo verder. Wat op de community heel interessant is, hier vind je een lijst met het studiemateriaal. Dat vind je ook op de webshop. Maar hier vind je een overzicht. Onder deze rubriek vind je de studiewijzers. Dus we hebben docenten gevraagd om daar alle studiewijzers op te posten. Zodanig dat je daar
kan gaan kijken wat je voor een bepaald vak moet doen. We hebben daar ook een planning geplaatst van de examens. We zeggen wel dat die onder voorbehoud is. Omdat we eigenlijk, ja, er kan altijd een wijziging zijn, maar dat zijn kleine wijzigingen. Dus die wordt nu eigenlijk de komende weken wel nog af en toe wat aangepast. Dat zullen heel grote wijzigingen zijn. De definitieve examenregeling vind je in Square dan terecht. Als je dan op een vak klikt, ga je zien dat zijn de verschillende examendata. Hier staat er wat meer informatie rond studiebegeleiding. Dat is eigenlijk een beetje de rubriek van Margot. En dan, ja, voor studenten die al willen starten met stage en bachelorproef, zijn er ook twee aparte aanmeldingsknoppen. Nieuwsbrieven die worden verstuurd, kan je hier nalezen. En dan nog een aantal rubrieken rond topsport, studeren, waar je hier op de campus kan studeren. Onder communicatie vind je een knop om bijvoorbeeld een e-mail te verzenden, naar ons of naar medestudenten. En dat is hier een tool die handig kan zijn. Als je bijvoorbeeld een werkje geschreven hebt, kan je dat daarin opladen. En dan zegt die tool hoeveel procent er eigenlijk plagiaat is. Dus sommige collega's, docenten, verwachten dat je dat eerst aan de plagiaatcontrole voorlegt. Dus dat is eigenlijk hoe de community afstandsonderwijs eruit ziet. Dus ik heb hier nog eens de mededelingen geplaatst. Iedere cursus heeft meestal min of meer dezelfde structuur. En ik heb nu bijvoorbeeld het vak Excel genomen. De docent geeft meestal ook een menuknop studiewijzer. En dan ga je daar ook gewoon de studiewijzer vinden en hem ook kunnen openen. Ja, een probleem dat nu vooral opduikt, en dat is omdat het opstart is van het academiejaar. Collega's hebben heel veel verschillende dingen klaar te zetten. Dat is dat bijvoorbeeld een cursus niet available staat. Als een cursus niet available staat, dan ziet die er grijs uit. Dat betekent niet dat die niet in jouw ISP staat. Dat betekent eigenlijk dat de docent in kwestie vergeten is om zijn cursus available te zetten. Het beste is dan ofwel naar mij een mailtje te sturen, of als je de naam al weet van de collega, om gewoon rechtstreeks naar de docent een mailtje te sturen. Je kan ook bijvoorbeeld de community bedrijfsmanagement en office management afstandsonderwijs gaan favorieten door op dat sterretje te klikken. Dus stel dat je zegt, ik wil in mijn lijst vakken snel een bepaald vak terugvinden, dan kan je dat ook gaan als favoriet aanduiden. Dus dat is hier wat ik hiermee wil aantonen. Ik ga eens de community openen. Dus hier heb ik hem dan live. Dus hier heb je mededelingen. Belangrijke informatie. Bijvoorbeeld de PowerPoints, die ga ik ook hier plaatsen. De leidraad staat hier ook. De studiewijzer, die ga je eigenlijk per rubriek gaan vinden. Ik zie dat er hier wel een... Dus als je hierop klikt, kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil alle studiewijzers gemeenschappelijk bedrijfsmanagement. En dan ga je hier eigenlijk alle studiewijzers die gemeenschappelijk zijn vinden. Maar je kan ook gaan kijken naar die voor logistiek management, marketing, office management. Ik weet ook nog niet, alle studiewijzers staan erop. Er zijn bepaalde vakken die nieuw zijn en die bijvoorbeeld pas in het tweede semester starten. Maar collega's doen hun best om eigenlijk de komende weken die studiewijzer daarop te plaatsen. Dus dat zijn de studiewijzers. De examenorganisatie ga je hier ook vinden. Dus dat is eigenlijk de plaats waar je het overzicht vindt. Het examen- en ombudsreglement vind je hier ook. De handleiding van Square staat hier, maar die zal opnieuw moeten opgeladen worden. Dus maar alles rond examens vind je eigenlijk onder de menuknop examenorganisatie. En dan studiebegeleiding. Daar vind je meer info rond vrijstellingen. Algemeen rond studiebegeleiding. Maar dan bijvoorbeeld ook de studiecoach waarover sprake was. De brochure Efficiënt Studeren, dus is eigenlijk de plaats waar je die informatie kan gaan terugvinden. Als ik nu eens klik op Home, zie je effectief alle vakken waarvoor je bent ingeschreven, maar je kan ook filters gaan gebruiken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil alleen maar de community zien van 2017-18 en dan ga je eigenlijk je vakken gaan
filteren, waardoor het overzichtelijker wordt voor jezelf. Dus je kan hier gemakkelijke filters gaan toepassen. Verder vind je hier natuurlijk nog verschillende knopjes, maar op zich zal je dat niet vaak nodig hebben. Dus hier kan je bijvoorbeeld bestanden gaan opladen, maar wij werken bij een afstandsonderwijs vooral met Square. Er kunnen docenten zijn, we kunnen docenten hebben die dat ook vragen om dat via Toledo op te laden, maar dat zal beperkt zijn. Een knop die je wel kan gebruiken is Sky Loket. Dus als je op die knop... Ja, ik ben personeel, daarom zie je staan personeel, maar bij jullie zal het student zijn. Als je daarop klikt, kom je eigenlijk in de omgeving terecht van Sky Loket. Ga je ook gaan inloggen, wachtwoord, en dan kom je op de plaats waar Margot zo pas uitleg over gegeven heeft. Je kan ook onmiddellijk kayloket.vives.be intikken. Dat is zoals je zelf wenst. Zo, dus wat Toledo betreft, denk ik dat ik eigenlijk het voornaamste gezegd heb. Bij mij verschijnt hier een uurrooster, maar je kan ook... Bij studenten verschijnen daar bijvoorbeeld ook mededelingen. Mededelingen uit de cursussen die daar gegroepeerd worden. Dus bij mij is dat een andere omgeving. En dan ga ik nog tot slot iets vertellen over de webshop. Ik heb dat aan de hand van een aantal slides gedaan. Omdat ik eigenlijk niet als student kan gaan inloggen. Een beetje onhandig. Dus het webshopadres is vives.be/webshop. Opnieuw wordt de tip meegegeven dat je best Google Chrome gebruikt. En dan kan je hier gaan aanmelden. Dus dan meld je aan met je R-nummer. Dus met je studentennummer. Wat kan je in de webshop aankopen? Je kan er de handboeken en de cursussen aankopen die je nodig hebt bij de vakken die in jouw ISP zitten. Je kan kiezen tussen de digitale versie, dat is eigenlijk het PDF-formaat, en dat blijft ook altijd beschikbaar. Dus stel dat je bijvoorbeeld de dag erna opnieuw inlogt en je hebt die niet gedownload, dan staan die daar nog altijd beschikbaar. De geprinte versie is altijd inclusief digitale versie. En dan, wat de levering betreft, heb je eigenlijk de keuze. Dus je kan ofwel alles laten thuis leveren, het volledige pakket. En dan rekenen wij €3,75 aan, Nederland €6,25. Maar je kan het ook laten leveren bij een standaard boekhandel naar keuze. En dan is de levering gratis. Dus die keuze heb je, dat kan je ook in de webshop aanduiden. Hier heb je een voorbeeld van iemand die geen bedrijfsmanagement studeert. Maar je ziet hier alle cursussen, alle handboeken die nodig zijn voor die student. En dan kan je als student gaan kiezen, ga ik enkel downloaden of ga ik ook de geprinte versie aankopen. En je ziet ook onmiddellijk de kostprijs. Bij een handboek bijvoorbeeld heb je onmiddellijk de prijs van het handboek en kan je dat ook in je winkelmandje leggen. Dus het is eigenlijk een heel eenvoudig winkelmandjesysteem. Bij mijn bestellingen hier krijg je ook het overzicht, dus eigenlijk je winkelkarretje, van de boeken die je daar eigenlijk hebt ingestopt. De betaling die gebeurt via bankcontact, maar ook Mastercard kan. Ik zie hier ook KBC staan, maar dat zal waarschijnlijk homebanking zijn, maar dat ben ik dus niet zeker. Maar ik weet dat de meeste studenten rechtstreeks met een kaart betalen. Dus dan zie je het overzicht. Je kan eventueel nog wissen of verwijderen. En zo doorloop je eigenlijk de verdere procedure. Dan moet je nog een keuze gaan maken wat levering betreft. Ik zie hier staan Alsenberg. Maar dat zijn eigenlijk de verschillende standaard boekhandels die hier zullen in voorkomen en waar je een keuze kan uitmaken. Eens je betaald hebt, en dat is wel belangrijk, is het goed te weten dat je het betalingsvenster niet mag afsluiten. Omdat je dan eigenlijk teruggestuurd wordt naar de webshop en dat die bestelling niet door zal gegaan zijn. Je moet eigenlijk alle schermen finaliseren. En pas dan zal je eigenlijk een bevestigingsmail krijgen. Als je dan opnieuw zal inloggen, dan ga je ook zien wat heb ik ooit besteld. En dan ga je ook de downloadbare versie onmiddellijk kunnen aanklikken. Dus die blijft dan, gekoppeld aan jouw R-nummer, beschikbaar in de webshop.
Dus dat is nog eens uitvergroot. Dus hier kan je dat dan eigenlijk gaan downloaden als je dat betaald hebt. Wat de geprente cursussen of handboeken betreft, is het zo dat er een mail zal verstuurd worden naar jou als het pakket eigenlijk naar het afhaalpunt is verstuurd of als het naar het leveringsadres is verstuurd. Zodanig dat je eigenlijk weet hebt wanneer jouw pakket geleverd is. Meestal verloopt dat vrij vlot, maar het kan wel dat dat soms een tiental dagen duurt. Maar dat is eigenlijk heel ruim gerekend. Meestal loopt dat iets vlotter. Je kan bovendien ook onder mijn bestellingen gaan kijken hoe het zit met je bestelling. Zodanig dat je eigenlijk die bestelling kunt gaan opvolgen. Dus hoe de status van jouw bestelling is. Dus dat is hier bij mijn bestellingen. Ja, hier zie je ook staan betalingsbewijs. Dat kan je ook uitprinten. Sommige mensen hebben dat nodig voor hun werk bijvoorbeeld. Als zij de studies mogen doen op kosten van het werk. Dus dan kan je een betalingsbewijs daar uitprinten. En wat wel belangrijk is, het gaat om cursussen. Het is belangrijk dat je, als je cursussen hebt aangekocht, dat je weet dat je die niet kunt retourneren. Dus daar zijn we eigenlijk heel principieel in. Datgene wat je hebt aangekocht, dat kan je niet gaan retourneren. Er is ook bij het inloggen op de webshop een handleiding die info in feite of die stappen nog eens duidelijk maakt. Maar er is ook een helpdesk. Dus als je mailt naar afstandsonderwijs@vivis.be of je klikt hierop, dan kan je een vraag stellen. En dat is aan Leen Thijs. En zij antwoordt gewoonlijk heel snel op je vraag. Voilà. En Square heeft Koen bij het begin van deze sessie gedaan. En daarmee ook deze sessie erop. Waar ik hoop dat jullie op die concrete tools ook wat meer zicht gekregen hebben. En ook zien dat eigenlijk alles heel intuïtief is. Maar duiken er problemen op of heb je vragen, dan zijn wij er uiteraard om jullie vragen te beantwoorden.